Welkom terug. En nieuwelingen die mijn vlog gevonden hebben met betrekking tot deze Porsche Carrera 4 GTS Cabrio. Geïmporteerd uit Zwitserland, slechts 39.000 kilometer gelopen. In een fraaie zwarte metallic lak. Waar IGL Kenzo op gaat als keramische coating met 5 jaar garantie. Vrij product, goed product, kwalitatief zeer hoog. De wagen heb ik inmiddels gewassen. Ik ga de binnenkanten, de randen, doorsponningen even droog maken. En dan ga ik beginnen met de kap afdekken. Even lichtelijk droog maken en dan de kap afdekken. Zodat ik kan beginnen met het polijstwerk. Lakdieptereiniging heb ik al gedaan. En de lak is weer heerlijk glad. Er is een heel klein beetje schadeherstel aangepleegd. Er is een heel klein plekje op de bumper. Dat is inmiddels gefixt. En ik ga me eigenlijk de komende dagen weer lekker uitleven op dit fraaie exemplaar. IGL Kenzo, een aanrader. We gaan beginnen. Vind je het leuk om te volgen? Zou ik zeker zeggen, stay tuned. Here we go. Kap afgeplakt voor een groot gedeelte. Zodat ik kan beginnen met polijsten. Eerst maar eens even de vleugel doen. Spoilertje. Zit erop met medium pad en medium polijst. We gaan door naar de laatste stap, de finish, met een zachte pad en uiteraard een finish polijst. En dan hoop ik vandaag nog even tijd te hebben om de velgen nog even voor de rest schoon te maken, voordat ik morgen aan de coating kan beginnen. En want dan weet ik ook 100% zeker dat de wagen droog is. Ik gebruik over het algemeen altijd wel perslucht om dit soort bekende randjes en kiertjes en klinken
deurklinken en spiegels met het bekende streepje wat je altijd onder de deur ziet zitten, daar de druppels er onder vandaan geblazen. En sterker nog, als ik dat zelfs gedaan heb met perslucht, kom je vervolgens na de verloop van tijd toch nog weer een druppeltje tegen. En daar heb ik over het algemeen de volgende dag geen last meer van. Dus, laatste stap, polijsten. Laatste rondje, polijsten zit erop. Ik kan nu overgaan tot het verder reinigen van de velgen. En even het plastic van de kap afhalen en morgenochtend even de kap afstofzuigen. En dan de coating beginnen. Maar goed, dat is vanmorgen. Tot de dag. En voordat je een coating, wax of een sealant of atzak aangebrengen, altijd even eerst ontvetten. En in dit geval met IGL EcoClean Precoat. Een ontvetter op natuurlijke basis. Die fantastisch goed zijn werk doet. Andere kant. Ja, daar komt ie. Kenzo, de basecoat. Even het dopje weg. Dan heb ik wat meer mijn handen en mijn vingers vrij. Zo, de eerste staat, eerste stukje staat erin. Op naar de rest. Zo, de basecoat zit erop. Nu laten we een aantal uurtjes drogen. En dan gaan we over op de topcoat. En dan staat deze fraaie Carrera 4 GTS in de Kenzo. Maar zover is het nog niet.
Zo, hier gaan we voor het tweede rondje. Nu het transparante flesje. Zo, bumper als laatste in de coating, in de toplaag. Klaar, hij staat in de coating. Nu kan hij chemisch drogen en na 5-6 dagen ongeveer is de coating volledig uitgehard. En dan genieten van een coating. De postje is klaar. Ik heb het laatste stukje afgemaakt. Uitgestofzuigd, ramen gedaan, bandjes gedaan, velgen gedaan. En de wagen even omgedraaid. Ja, ik heb de wagen voorzien van IGL EcoCoat Kenzo, een 5-jarige keramische coating met een duurzaamheid van 5+ op basis van goed cosmetisch onderhoud. Ja, plaatje van een auto. En wat ik bijzonder vind aan deze versie is dat het interieur is een groot gedeelte van Alcantara. En dat zie je heel weinig. Over het algemeen is Porsche allemaal leder. En ja, dit is allemaal, bijna allemaal Alcantara met hier en daar een stukje echt leer. Geen sky of soft foam, nee, echt leer. Ja, plaatje van een auto, al zeg ik het zelf. Maar goed, je krijgt van mij nog het bekende rondje van de zaak. En dan zou ik weer zeggen, bedankt voor je belangstelling en wellicht zie ik je bij de volgende video. Ciao.